Ik heb mijn verjaardag goed gevierd. Dit heb ik gedaan met mijn werk. En dit is onderdeel van het nieuwe werken. Dit moet Knastica ook toepassen. Knastica is een ICT-bedrijf die dit makkelijk kan toepassen aangezien het een kennisintensieve branche is. Hoe moet dat dan gebeuren? Ten eerste moet de werkomgeving aangepast worden. Er zijn 3 verdiepingen. De begane grond voor het relaxen, de eerste verdieping voor het werken en de tweede verdieping de combinatie van deze. Zo laat je zien dat er een balans gevonden is tussen werk en privé. Er moeten niet meer vaste werkplekken komen, maar flexplekken waar de werknemers hun taken kunnen afronden. Er moeten concentratieruimtes komen om je af te kunnen zonderen en loungeplekken om even tot rust te komen. Er komt een bioscoopzaal om inspiratie op te doen en het creatieve brein aan het werk te zetten. Ten tweede het werken zelf. De werknemer gaat thuis werken om werk en privé beter in balans te krijgen. Er wordt gewerkt via Microsoft Outlook, waar een werkgroep kan worden aangemaakt en taken kunnen worden geplaatst en afgevinkt. Hier kan ook een fysiek minimum worden ingesteld, aangezien je als werknemer en werkgever elkaar nog wel moet zien. Vergaderingen worden ingepland en zo wordt het allemaal een stuk makkelijker en hoef je elkaar niet 24/7 te zien. Hier horen natuurlijk ook een aantal beleidsregels bij, aangezien de meeste mensen nu thuis gaan werken. En je niet meer verantwoordelijk bent voor alles en de werknemer zelf verantwoordelijk is voor dingen die hij of zij doet. De werknemer moet centraal staan, mensen. Niet alleen in de werkomgeving, maar ook bij het werken zelf. Er moet aan de toekomst gedacht worden en daarom moet er vanaf nu maatschappelijk verantwoord ondernomen worden.